Zodra ik zeker weet dat ik alleen ben, stap ik hier binnen, trek de deur achter me dicht. Alweer zo'n kerk met rijen banken, oude steen, overal boekjes, bloemen, afgeknipt voor zondag, nu verkleurd, glimmende dingen. Daar waar het heilige gebeurt, een orgeltje, een oude stilte vol tastbare spanning, die God weet al hoe lang hier hangt. Ik heb geen hoed, maar haal beleefd de fietsklem van mijn broek. En loop naar voren, strijk over de doopvont. Het dak ziet er van onderaf gezien goed uit. Gerestaureerd, geverfd, ik weet het niet hoe het komt. Ik ga de preekstoel op. Ik declameer een paar loodzware verzen en besluit met tot zover. Ik klink toch harder dan ik dacht. De echo doet me na en ik loop naar de uitgang. Teken het boek, doneer een klein bedrag. Ik weet niet goed meer waar ik hiervoor kwam. En toch kwam ik hier weer. Zoals in feite vaak en altijd weer, zonder idee. Uiteindelijk niet wetend waar te kijken met de vraag. Zo begint een gedicht van de Engelse dichter Philip Larkin, getiteld Church Going, naar de kerk in de vertaling van Menno van der Beek. Dit was maar een begin, het is langer, het gaat nog vele strofen zo door. Iemand loopt een kerk binnen en vraagt zich af, ja, waarom eigenlijk? Wat is dit voor een plek? Wat zoeken mensen hier? Wat zoek ik hier? Is het een soort museum? Of zoeken mensen hier misschien toch het mysterieuze, het mystieke, religie? Of is het heimwee naar vroeger? Het blijft open, het kan ook van alles zijn. Maar de dichter eindigt met het vermoeden dat dit wel eens goede grond voor wijsheid zou kunnen zijn. Dat hoop ik dan maar. This ground which was proper to grow wise in de oorspronkelijke versie. Grond voor wijsheid, dat hoop ik dan maar. Welkom in de Dorpskerk. Het is maart, het is de periode voor Pasen, die wij in de kerk de 40-daagtijd noemen. We hebben gemeend dat het een goed idee is om juist in deze tijd de kerk op een aantal momenten open te zetten. Om zomaar even binnen te wandelen. Iedere vrijdag in maart van 2:30 tot 4:30. En in de week voor Pasen, dat is de eerste week van april, eveneens van 2:30 tot 4:30. Maar dan iedere dag van maandag tot en met zaterdag. Een open uitnodiging. Je kunt zomaar even binnenwandelen. En vinden of zoeken wat je maar nodig hebt. Je kunt gewoon even stil zijn, een kaars aansteken, een vriendelijk gezicht zien. Nou, het is een tijd waarin wel veel nood onder de mensen is. Eenzaamheid, onzekerheid, moedeloosheid. En dat is iets wat mij erg bezighoudt. Hoe kunnen we elkaar helpen? Nou ja, misschien doet het je goed een moment hier te zijn. Zoals nu ook, even, dit moment, deze uitzending. Goed dat je kijkt.
Wat mij altijd wel raakt als ik hier ben, dat is dat deze dorpskerk, zoals veel oude kerken, uitstraalt dat ik de eerste niet ben. Dat het een plek is van generaties. Dat hier al zoveel voetstappen liggen van mensen voor mij. We leven in een tijd waarin we nogal eens het gevoel hebben dat wij het zelf moeten maken. Ons leven, ons geluk, ons welzijn. Dat het van ons afhangt. Alles moet maakbaar zijn. En dat is het niet. Maar dit is een plek waar je voelt, wij hebben het leven niet verzonnen en het niet gemaakt, maar ons wordt iets gegeven. We staan allemaal ergens op de een of andere manier op de schouders van mensen die ons voorgingen. We staan in de rij van de generaties. Nou ja, en wat wordt dan hier in het bijzonder doorgegeven? Ja, dit gebouw als zodanig natuurlijk. Mooi, centraal in Heemskerk. Maar toch wel vooral wat hier gezegd wordt. Waar het hier om gaat. Verhalen. Verhalen van mensen. Bijbelverhalen. Verhalen van vertrouwen. En van twijfel. Geloof, hoop en liefde. Dat verhaal. Je kunt je afvragen, wat heb je eraan? Het is niet tastbaar, je koopt er niks voor. Het heeft geen nut. Maar ik denk, ja, juist die dingen die zo nutteloos heten, juist die dingen hebben we zo hard nodig. Die maken ons tot mensen. Zoals in dit gedicht van Herman de Koning. Poëzie. Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt, mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt verdrietje, en het helpt niet. Zoals je een hand op haar hete voorhoofdje legt, zo dun als sneeuw gaat liggen, en het helpt niet. Zo helpt poëzie. Het is een onzekere tijd, een zoekende tijd. En wat maakt dan dat je je weg een beetje vindt? Nou ja, als je er niet alleen voor staat, dan is dat al heel wat. Ik denk zelf dat onze verbeelding ons ook heel ver kan brengen. We leven natuurlijk in een tijd van cijfers, heldere maatregelen, een tijd van overzichten en Excel-sheets. We proberen het leven te berekenen. Maar wat gebeurt er als we eens wat meer hardop zouden dromen? Als we ons verlangen eens zouden uittekenen? Als we ons indenken hoe het leven eruit zou kunnen zien? Waar hoop je op? Die verbeeldingskracht. Ik geloof dat dat ons een stuk op weg zou kunnen helpen.
van de Tsjechische dichter Miroslav Holub. Een paar gedachten over kaarten. De jonge luitenant van een klein Hongaars regiment in de Alpen zond een verkennerseenheid uit de ijzige wildernis in. Het begon onmiddellijk te sneeuwen. Het sneeuwde 2 dagen lang en de eenheid keerde niet terug. De luitenant wanhoopte. Hij had zijn eigen mensen de dood ingestuurd. Maar op de 3e dag kwam de eenheid ineens terug. Waar waren ze geweest? Hoe hadden ze hun weg gevonden? Ja, zeiden ze, we beschouwden onszelf als verloren en wachten op het einde. Tot een van ons een kaart in zijn zak vond. Dat gaf ons rust. We sloegen onze tent op, zaten de sneeuwstorm uit en ontdekten met die kaart onze positie. En hier zijn we. De luitenant pakte de wonderbaarlijke kaart aan en keek er goed naar. Het was geen kaart van de Alpen, maar van de Pyreneeën. Van Freek de Jonge, wees niet bang. Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast. Hou je aan de regels, volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los of pak er juist een vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt. Wacht, hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang, je bent één van de velen. Tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen. En soms zal moeten zeggen, laat me vrij.